eerste keer is spannend, ongemakkelijk of fantastisch. Maar één ding hebben ze gemeen, je vergeet ze nooit meer. Dus kunnen we er maar beter van leren. In Emma's eerste keer praat ik met mijn gasten over hun eerste keren. En geef ik je handige tips om die van jou net even iets makkelijker te maken. En vandaag doe ik het voor het eerst met Vonneke Bonneke. Fijn dat je er bent, Brownie. Ga praten over seks, Brownie. Nee, maar chill dat je er bent. We gaan het hebben inderdaad over jouw eerste keren. Maar voordat we daar aan beginnen, hebben we eerst even jouw allereerste Instagram post erbij gehaald. En dat is een toch wel interessant filmpje. Ja, ik vond hem heel goed gelukt. Want ik was er echt van overtuigd dat... En oh ja, nee, toch niet. Ja, ik zat elke dag in mijn kamer bij mijn moeder en ik verveelde hem gewoon dood. Was ik alleen maar dit soort rare video's aan het maken. Maar is het oprecht dan ook je eerste Instagram-post? Of? Nee, ik had echt heel veel andere Insta-posts, maar die waren echt gewoon schandalig. Dus die kon ik gewoon niet meer op internet houden, want dan zouden mensen me pesten. De 23-jarige Vonneke werd bekend door de grappige video's die ze deelde op haar Snapchat. Inmiddels maakt ze op haar YouTube-kanaal en social media dagelijks veel mensen aan het lachen met haar vlogs, muzikale parodieën en hilarische sketches over het alledaagse leven. Oeh, seks! Yes. Oké, het was toen ik ongeveer 15 jaar was. Ik had een beste vriend. En hij kwam samen met een vriend en die zei altijd van... Hey, je bent echt mooi, maar dit en dat. En ik cringe gewoon zo hard, want ik had dat nog nooit gehoord. En toen zei hij ook van... Ja, ik wil een stapje verder en zo. En ik zei altijd van, ik ben er niet klaar voor. En dat accepteerde hij ook, gelukkig. Dus dat vond ik ook wel echt netjes. Mm-hmm. Toen ik op school was, toen kreeg ik opeens een lijpe hormonenschommeling. Oh. Ja, echt gewoon, ik werd gewoon volgens mij gewoon raar geil in de klas of zo. En toen had ik hem een bericht gestuurd van, yo, ik denk dat ik er nu wel klaar voor ben. En toen zei hij van, ja, in mijn cultuur is het wel echt iets heel belangrijk, heel bijzonder als je iemand ontmaagt. Dus toen zei hij van, ik wil dat je mijn ouders ontmoet. Dus toen had ik zijn ouders altijd een hand gegeven, maar dat vond ik wel echt heel respectvol. En ik ben ook wel echt blij dat het zo mijn eerste keer was, maar het was echt super awkward. Want we zaten dus in een kamer naast waar zijn ouders zaten. En hij vroeg me ook tegen zijn ouders gezegd van... Ik ga deze chickie ontmaagden. Eigenlijk een hele fijne en respectvolle manier, toch? Ja, het was echt heel respectvol. Ik ben er echt heel blij mee dat het de eerste keer was. En de daadwerkelijke seks, was dat nog iets waar je tegenop keek? Gewoon de handeling van penetreren? Ja, ik vond het wel eng. Want dat was zeg maar de eerste keer dat ik echt een piem vasthield en zo en zag. Ja. Ik vond het wel eng of zo. Maar ja, toen ik daar was, dacht ik van oké, je kan het. Ja. En hij deed gewoon rustig aan. Gewoon echt alles gewoon op zijn tijd en zo. Dus... Ja, het was niet eng of zo, maar ik was ook niet groot of zo. Dus het was ook niet pijnlijk, geen nare ervaring of zo. Voordat je begint met penetreren is het belangrijk om aan goed voorspel te doen. Zorg dat de vagina ontspannen en nat is. Daarnaast kunnen de juiste standjes ook helpen. Bijvoorbeeld lepeltje-lepeltje of het schildpadje, waarbij de vrouw plat op haar buik ligt, zijn aan te raden wanneer je partner een grote penis heeft of wanneer je het überhaupt liever rustig aan wil doen. Nou, dat is wel, klinkt wel echt als een hele fijne ervaring. Ja. Yeah. Shamalakala, shamalakala. Eerste keer lachen. Oh! Oh. Dat was denk ik de eerste keer dat ik mijn vriend heb ontmoet. Mm-hmm. Ja, en toen waren we geparkeerd op de parkeerplaats en we waren daar een beetje muziek aan het luisteren. En dat was de eerste keer dat ik lachgas heb gedaan. Hoe voelt dat dan als je aan een ballonnetje zit? Wat gaat er dan allemaal zo door je heen? Ja, ik weet, je wordt een beetje wavy-achtig. Ja, ik hoor dus altijd, als ik lachgas doe, hoor ik iemand zo achter in mijn hoofd zeggen... Emma, je kan geen Frans. Echt, ik zweer het je. Je bent echt slecht in Frans. En dat is dan iemand van mijn middelbare school zo die tegen mij zegt dat ik geen Frans kan. Ik kan ook geen Frans, maar... En dat hoor je gewoon. Dat hoor ik. Het is echt psycho. Ik hoor. Ik hoor. Dat ik geen Frans kan. Ja, zeg maar, het is zeg maar een soort van gevoel. Dat blijft maar heel eventjes. En dan wil je weer die nieuwe ballon, dat gevoel te behouden. Dat is wel echt slecht. Maar ik wist zelf ook niet echt hoe slecht lachgas was. En toen ik naar buiten kwam, van wat het met je lichaam doet. En dat mensen ook echt verlamd eraan raken, ben ik ook gelijk mee gestopt. Ja. Ben jij bang voor dat soort risico's voordat je iets gaat proberen? Ik heb een psychose gehad. Hoe meen je dat nou? Ja, ik denk dat het een mix was met de drugs en de stress. Dat daardoor allemaal gekomen is. Ja, daar zit wat in. Als je aanleg hebt voor psychoses, dan kunnen drugs als een trigger werken. Maar ook als je hier niet gevoelig voor bent, kan je door overmatig drugsgebruik in een psychose belanden tijdelijk. Doe dus alleen drugs wanneer je lekker in je vel zit, je geen stress hebt, je in goed gezelschap bent
En doe het sowieso met mate. Want hoe oud was je toen je een psychose kreeg? Dat was vorig jaar december. Oké, dus nog best wel recent. Ja, klopt. En hoe weet je dat je in een psychose bent beland dan? We gingen naar Slagharen en toen zat ik in de auto. En toen dacht ik opeens dat ik dood ging. En toen moest ik opeens huilen en dit en dat. En die tussenperiode ben ik gewoon helemaal vergeten. Toen werd ik wakker in het GGZ. En toen hoorde ik van ja, je bent opgenomen omdat je een psychose hebt. Maar wat bedoel je met tussenperiode? Zeg maar, alles wat daartussen is gebeurd, weet ik gewoon niet meer. Want hoe lang was dat uiteindelijk? Volgens mij 1 of 2 dagen. Dat is best wel weird. Ja, is echt gek hoor. Want ik hoorde ook van dat ik allemaal dingen had gezegd en gedaan. Wat ik gewoon helemaal niet weet. En op een gegeven moment was het even te veel. Zei je lichaam van oké, no more? Of nee, dat heeft mijn lichaam nooit gezegd. Maar ik denk dat die psychose om de hoek kwam kijken en dacht van hey, ik zeg het jou wel. Ja, precies ja. Ja, dus dat was wel moeilijk man. Ja, en dat is nu 1 jaar geleden. Ja. Maar nu 1 jaar later. En hoe voel je er nu over? Hoe kijk je erop terug? Ik weet niet, maar het was wel echt een heftige periode, man. En ik denk eigenlijk niet echt over terug. Maar ja, ik ben wel blij dat ik gewoon nu weer gezond ben, man. Ik ben ook gestopt met alles. Cold turkey. Ja. Echt, ja? Ja, soms nog even een wijntje, maar voor de rest ik niet. Squirten. Nou, dat was met mijn vriend ook. De eerste keer dat ik heb gesquirt. De allereerste keer was in ons eerste appartement. En we waren echt kapot blij dat we het appartement hadden. We hadden gelijk een matras daar gegooid. En dus we gingen daar wiepen op dat matras. En op een gegeven moment zei ik van, ik wil stoppen. En toen bleef mijn vriend hem maar doorstoten. Toen dacht ik van, oké, nou ja, whatever. En opeens kwam er een of andere straal helemaal zo op. Helemaal zijn gezicht op de muur. Is zijn gezicht? Ja. Karma. En ook op de muur. Oh en, god. Ja, en toen we weggingen uit het appartement vroeg die huurbaas ook van, wat zijn al die vlekken op de muur? Dus ja, als je kijkt, waren squirtvlekken. Maar wist je gelijk wat het was? Had je gelijk door dat dit is squirten? Ja, ik dacht van of ik plas nu of ik squirt. Maar ik dacht van ja, het is wel squirt, want ik moest niet plassen. Ja, ik heb 1 keer. Mij is het maar 1 keer gelukt om te squirten. En dat was, thank the Lord, op een leren bank. Anders dan had ik inderdaad ook wat uit te leggen aan mijn huurbaas. Maar ik wist helemaal niet wat er gebeurde. En achteraf dacht ik in 1 keer, hé, wat is het nat? Ja. Dacht ik, hoe kan dit nou? Daarna is het me ook nooit meer gelukt. En ik heb nog steeds tot op de dag van vandaag geen idee hoe dit zo gebeurd is. Want het overkomt je of zo. En dan in 1 keer denk je, oh, in ieder geval ja, dat had ik. Ik weet niet. Ik hoorde van dat je zeg maar tegen zo'n dingetje aan moet komen in je poenie of zo. Ja, ja, ja. Dat je zo, dat die G-spot of zo, zo ja. Of zo'n trigger. In bepaalde standjes voel je ook van, oh, als ik dit nu heel lang nog doe... Ja. Dan kan het misschien gebeuren of zo. Ja, precies. Maar... Ja, ik weet niet hoe hij doet daar. Misschien een magische dikke. Ja, misschien heeft hij zo'n winkelhaak, weet je wel. Dat hij zo ja, precies... dat hij zo er tegenaan komt. Ja. Spuitend klaarkomen wordt ook wel squirten genoemd. En is het fenomeen waarbij de vrouw vocht verliest tijdens het klaarkomen. Zo'n squirtorgasme kan getriggerd worden door lange en goede G-spot stimulatie. En die G-spot die vind je zo'n 3 tot 5 centimeter in de vagina richting de buikwand. Maar let op, niet elke vrouw kan überhaupt squirten of vindt deze aanraking van de G-spot prettig. Hé, hey, want wat vind jij van squirten? Vind je het leuk? Vind je het lekker? Ja, ik weet niet. Ik had echt zo'n gevoel van ik kan gewoon niet meer. Zeg maar dat gewoon zo'n raar gevoel komt en dan denk ik van ja, ik kan gewoon niet door. Maar hij had gewoon schijt en bleef maar doorstoten. Ik dacht van ja, joh, ja. En toen kwam het opeens. Dus ik denk zeg maar zo'n gevoel dat als je moet plassen of zo, zo'n raar gevoel dat je moet plassen of zo, dat het is. Ja, en eigenlijk als je dus wil squirten, moet je even door dat gevoel heen gewoon je overgeven aan het gevoel of zo. Ja. Toch? Ja, denk ik. Ja, ik heb nu wel echt dat het soms gewoon random komt hoor, dat heb ik er niet eens door. Random? Ja. Maar hoe? Gewoon op de fiets? Wat bedoel jij met random? Nee, als ik seks heb met mijn vriend, dan het soms gewoon... Dat weet ik veel. Dat zou wel grappig zijn, maar ik fiets nooit, man. Oké. Misschien. Jij leek me ook wel niet echt een fietstype eigenlijk. Thanks, Vonneke. Nu is het tijd voor mijn eerste keer. En jullie waren benieuwd naar mijn allereerste keer blowen. En dat was toen ik 16 was. Ik was op vakantie in Haarlem en op het strand met allemaal van die vakantievrienden. En eentje had zo'n heel klein jointje die zo mijn mond deed. Zo'n shot kreeg ik. En ik wist niet wat me overkwam. Ik ben daarna in een soort scheve lijn richting de zee gelopen en zo, paf, nokkie gegaan. Dus dat was een iets minder prettige eerste ervaring. Daarna heb ik het wel weer ingehaald hoor, dus geen stress.
Naar welke eerste keer ben jij benieuwd? Laat het weten in de comments. Vergeet ook niet te liken en te subscriben. Dan zie ik je volgende keer.